Hoi, heb jij dat ook wel eens, dat je in de winkel loopt en denkt 10 merken, maar wat moet ik kiezen en wat is het beste? Nou ja, ik had het wel, namelijk mijn micellair water. Deze, daar twijfelde ik het meest tussen. Het is beide een reinigende, verwijderende en verzachtende micellair water. Allebei is het voor de goedgevoelige huid. En ik ga testen welke het beste is. Hier doe ik een Garnier op en hier doe ik Nivea op. En ik kijk welke kant het beste is. Garnier, Nivea. Ben benieuwd. Wat ik eerst vind, als ik het opsmeer, is dat deze net iets wateriger voelt. En deze ook iets zachter. Kan je het zien? Ja, oké. Verlos van de woord, dit is het laatste vatje en het laatste wat je kan ik zien welke het beste make-up erop haalt. Ik vind dat deze make-up beter in je make-up erop haalt, dus je ook make-up. Ze lopen wel een beetje gelijk op. Godver, normaal ga ik nu met ook make-up over mijn gezicht. Oké. Maar ik wil weten welke beter is. Nu vind ik wel dat de Garnier fijner op de huid voelt. Op een of andere manier. Meer dan de Nivea. Terwijl aan het begin wel de Nivea was. Ik vind dat uiteindelijk er ongeveer evenveel van afgaat. Als ik naar mijn huid kijk, merk ik wel echt een duidelijk verschil. Ik vind hier mijn huid veel zachter dan aan deze kant. Ook vind ik dat deze heel erg irriteert qua roodheid. Kijk, mijn oog is echt rood. Hier mijn huid toch wel agressiever lijkt dan aan deze kant. Het haalt wel allebei evenveel af. Maar ik zou sowieso voor deze kiezen. Hier zit ook 400 ml in. Hier 200 ml. Verder zijn het allebei prima micellair waters. Maar als ik dan kijk wat ik het fijnst vind, zou ik toch voor deze kiezen.